Wie was deze vrouw die door haar leven een teken is geweest? Levendig vertrouwen op God. De heilige van Barfleur heeft weinig over zichzelf gezegd. Zij leefde zoals zij het haar zusters op het hart drukte. Doet zoveel goeds als mogelijk is, maar zo verborgen mogelijk. Haar werkterrein lag in de omstreken van Normandië. Barfleur, Cherbourg, Tamberville, Valognes, Le Amer-au-Bon, Saint-Sauveur-le-Vicomte. Dat zijn haar belangrijkste standplaatsen. Op 28 november 1756 wordt Julie Françoise Catharina als oudste dochter van de touwslager Jean Postel en zijn vrouw Thérèse in de kleine havenstad Barfleur geboren. Vanwege haar zwakke gezondheid ontving zij de noodhulp. Naderhand werden in de parochiekerk Sint-Nicolaas de doopceremoniën verricht. Reeds in haar jeugd valt Julie op door haar grote ijver voor het goede. Daarom laat de pastoor haar 3 jaar eerder de eerste heilige communie doen. Als Julie 12 jaar oud is, gaat ze naar Valognes om in de koninklijke Benedictinesse-abdij tussen adellijke dochters haar studie te voltooien. Een haar goedgezinde dame uit Barfleur betaalt aan de weinig vermogende ouders de pensioenprijs. Hierdoor ziet Julie de geest van haar tijd. Geëerd willen worden, grootdoenerij en macht bezitten. De Benedictinessen hadden graag gezien dat Julie bij hen zou intreden. Maar Julie zoekt iets anders dan dit goed gesitueerde klooster. In een gemeenschap die gekenmerkt is door sociale ongerechtigheid, ziet zij door een christelijke opvoeding op de eerste plaats aan de armen een antwoord willen geven op de noden van haar tijd. Als Julie 18 jaar oud is, gaat ze terug naar Barfleur. In het huis van haar tante opent zij een school. Het liefste neemt zij wezen en arme kinderen op. Julie leert hen lezen, schrijven, rekenen en handwerken. Veel waarde hecht zij aan de religieuze vorming. Zij wil de meisjes een gedegen opvoeding geven, open en eerlijk in hun streven naar God. Naast het onderwijs zorgt zij ook voor lichamelijke behoeften, de nodige voeding en kleding voor de kinderen. Onvermoeid is zij werkzaam, aan 2 tot 3 uur slaap heeft zij voldoende. In 1789 wordt het hele land geschokt door de Franse Revolutie. Kerkelijke goederen worden in beslag genomen, kloosters opgeheven. Julie moet onderduiken. Priesters die weigeren de eed af te leggen van trouw aan de grondwet, die door Rome verboden is, worden vervolgd, gevangen genomen of moeten naar het buitenland vluchten. Julie verricht in het geheim pastorale diensten. Ze leert de kinderen catechismus en bereidt ze voor op de eerste heilige communie. Deze plechtigheid wordt 's nachts gevierd in een schuur te La Panerie. Daar werkt een priester als knecht vermomd. Julie biedt aan de geestelijke een onderdak in haar huis. Door een kaars voor het raam te plaatsen, geeft ze aan haar oom het sein om voor de overtocht van een priester te zorgen, die dan per vissersboot naar Engeland wordt gebracht. Onder een stenen trap in haar huis richt Julie een kapelletje in. 10 jaar lang verbergt zij daar het Allerheiligste. Bij verschillende huiszoekingen is dit kapelletje onder de trap nooit ontdekt. 3 jaar lang kan Julie wegens levensgevaar het huis overdag niet verlaten. Ze leest de Bijbel, de schriften van de kerkvaders en houdt urenlang aanbidding voor het Allerheiligste. 'S nachts brengt Julie heimelijk de heilige communie naar de zieken en stervenden. Daarom verleende de kerk haar bij de zaligverklaring de titel van priesterlijke maagd, Virgo Sacerdos. In deze tijd wordt haar innerlijke houding duidelijk. Alleen van de handarbeid wil ze leven om aan de armen gelijkvormig te zijn en altijd bescheiden op de achtergrond te staan. De grondslagen van haar dagelijkse leven zijn gebed, arbeid en armoede. Als uitdrukking van haar innerlijke houding laat Julie zich in 1798 opnemen in de derde orde van de heilige Franciscus. In 1804 profeteerde de stervende leerlinge Marie-Rose d'Adur aan Julie: "U zult onder grote moeilijkheden een congregatie stichten. U zult in Tamberville wonen. Vele jaren zullen uw dochters weinig in aantal zijn en weinig geacht worden.
Priesters zullen u in een abdij leiden. U zult pas op hoge leeftijd sterven. Dan zult u de meeste zusters hebben van het hele bisdom. De laatste jaren van uw leven zult u steeds bezig zijn met de bouw van uw kerk. De volgende jaren van haar leven is jullie steeds bezig met de congregatie vorm te geven. Duidelijk voelt zij de stem van God die haar een grenzeloze zekerheid geeft. Ondanks alle tegenwerking gaat ze onverschrokken haar weg verder met inzet voor haar medemensen en haar toevertrouwde zusters. Dit werk duurt bijna 30 jaar. Toen in 1805 de stadsraad van Cherbourg aan jullie vroeg de kinderen onderwijs te komen geven, verliet ze Barfleur. Spoedig heeft ze 300 leerlingen, waaronder veel wezen en verwaarloosde kinderen. Drie gelijkgezinde volgelingen sluiten zich bij haar aan. Met hen samen verwezenlijkt zij de lang gekoesterde wens en stichtte de gemeenschap van de arme dochters van barmhartigheid. Op 8 september 1807 leggen de vier zusters hun gelofte af. Het programma van de gemeenschap: de jeugd onderwijzen, de armen ondersteunen en met kracht elk leed verzachten. Jullie heet voortaan zuster Maria Magdalena. Wanneer in 1811 de verdreven kloosterlingen van een andere congregatie terugkeren naar Cherbourg, gaat de stichteres voor 10 maanden naar Octeville, waar zij in plaats van het beloofde huis een stal aantreft. 3 zusters en een weeskind die ze had meegenomen sterven ten gevolge van de ontberingen. In Tamberville kan Maria Magdalena een oud klooster huren. Voor de bestaande gemeenteschool wil zij geen concurrent zijn. Daarom beperkt zij het aantal kinderen tot 12. Maar de gemeenteonderwijzeres begint een strijd tegen de zusters. Weer ruimt Maria Magdalena met haar zusters de plaats en vertrekt. Voor de 8 zusters en de opgenomen kinderen volgen verder donkere tijden in Valognes. Ze leven in uiterste armoede. Met naaien, breien en andere handwerken verdienen zij hun levensonderhoud voor zichzelf en de kinderen. Maria Magdalena wordt, gezien de ellende, door haar geestelijke raadsman met aandrang verzocht haar stichting op te geven. Maar de stichteres geeft het niet op. Meer dan ieder menselijk bevel telt voor haar de gehoorzaamheid tegenover God. Vastberaden antwoordt zij: ik ben er zeker van dat God de verwezenlijking van mijn plannen wil en dat hij ook voor alle zusters die aan mijn zorgen zijn toevertrouwd, zal zorgen. Haar vertrouwen op God is onwankelbaar. Gedurende 2 jaren verhuist zij naar het eenzame dorp Le Hamel au Bon. Daar schrijft ze haar eerste kloosterregel. Maria Magdalena stelt haar gemeenschap onder de bescherming van Maria en de apostelen Petrus en Paulus. Wij willen weer leven als de eerste christenen die één van hart en één van ziel waren. De fundamenten van onze congregatie zijn de zachtmoedigheid en de deemoed. Het uiterlijke teken van haar verbondenheid met Maria, moeder van barmhartigheid, is deze Pietà die zij op al haar omzwervingen meedraagt. In 1816 roept de nieuwe bezitter van het vroegere klooster in Tamberville de zusters terug. Voor de goedkeuring van de school legt moeder Maria Magdalena op 61-jarige leeftijd nog het staatsexamen af voor onderwijzeres. Nu vragen meerdere jonge vrouwen om opname in de gemeenschap. Waar zou Maria Magdalena haar moederhuis vestigen? Na lang zoeken en onder moeilijke omstandigheden koopt moeder Maria Magdalena op 76-jarige leeftijd de middeleeuwse Benedictijnerabdij Saint-Sauveur-le-Vicomte. Met haar 14 zusters begint zij de ruïnes weer op te bouwen. Vertrouwen op God is het woord dat Maria Magdalena in de eerste steen laat metselen. Onvermoeibaar werken de zusters mee aan de opbouw van de ruïne. Zelfs toen in november 1842 de klokkentoren door een hevig onweer instortte, liet de 86-jarige zich niet van de wijs brengen en begint opnieuw. Omstreeks deze tijd doet Maria Magdalena moeite voor de definitieve organisatie van de gemeenschap. In 1838 doet ze afstand van haar eigen geschreven leefregel aan een van de heilige Jean-Baptiste de La Salle, de stichter van de christelijke scholen. Tegelijkertijd verandert zij de naam van haar gemeenschap in Zusters
van de christelijke scholen van barmhartigheid. De voornaamste taken van de gemeenschap blijven de opvoeding van de jeugd en de dienst aan de zieken. Maria Magdalena blijft zorgen voor een goede pedagogische ontwikkeling, als ook de geestelijke vorming van de zusters. Een echte zuster van barmhartigheid moet te herkennen zijn aan de oprechtheid des harten, dit wil zeggen aan haar openhartigheid. Op 16 juli 1846 sterft op 90-jarige leeftijd Maria Magdalena Postel om 3 uur in de namiddag met de woorden: Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Ze wordt begraven in de abdijkerk van Saint-Sauveur de Vincomte. De roep van haar heiligheid wordt bekrachtigd door de gebedsverhoringen en genezingen. In 1908 wordt zij door Paus Pius X zalig en in 1925 door Paus Pius XI heilig verklaard. Vertrouwen op God, in anderen alleen het goede te zien, elkaar met vreugde helpen. Zo heeft Maria Magdalena het voorgeleefd. Deze herinnering aan een oerchristelijke liefde en een gemeenschapsgeest is haar boodschap, ook nu nog in onze tijd.